Deze film laat Midden-Drenthe zien op een manier zoals je het nog nooit hebt gezien. Ruim 2 jaar hebben Henk Bos en Janetta Veenhoven aan De Groene Horizon gewerkt. Het is het laatste deel van een drieluik en volledig opgenomen in de Drentse natuur. Dat vragen heel veel mensen zich af. Alleen in Drenthe, filmen jullie ook buiten Drenthe? Het is eigenlijk heel simpel. Dat komt gewoon omdat er heel veel is wat men niet weet. Zowel het vrouwtje als het mannetje van de plevier observeert van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat de bewegingen bij de uitkijktoren. Blijkbaar vinden mensen het leuk deze te beklimmen. Het is ook grappig. Want we laten dit zien, maar al die mensen die daarboven op die brug staan, of op die toren staan, die weten echt van niks. Ja, dat vind ik leuk. Na jaren werken aan De Groene Horizon neemt het duo geen weekje vakantie. Wij zijn alweer verder. We zijn eigenlijk alweer met een nieuwe film bezig. Afgelopen weekend zijn we uit eten geweest met z'n tweetjes. Dat doen we altijd. We gaan uit eten, we nemen de film mee. Die leggen we op tafel. Dat wordt echt, we sluiten het voor onszelf dan af. Dus dan zit je alweer met je gevoel in de volgende film. En dat terwijl ze voor sommige beelden hun leven letterlijk op het spel hebben gezet. Zoals wij het hebben gedaan in ieder geval. Ik weet niet hoe iemand anders dat doet. Maar zoals wij de paddentrek hebben gefilmd, dat was levensgevaarlijk. Ja. Ik raad het ook niemand aan om het op die manier te doen. Auto's die moesten stoppen voor ons. Die zich afvroegen van, is er wat aan de hand? Is er wat gebeurd met jullie? Waarom ligt hij daar lang op straat? Oh, hij is aan het filmen. Hij is de pad aan het filmen. Ondanks dat het zo gevaarlijk is, zou je het een volgende keer gewoon weer doen? Ook hoef ik geen seconde over na te denken. Ik doe wel meer gevaarlijke dingen waar het eigenlijk helemaal niet kan. De Groene Horizon gaat morgen in première in het Karspelhuis in Bijlen.